Op zondag 21 juli werd in de kerk van Onze Lieve Vrouwenpresentatie in Ommel de 50ste verjaardag van de kerkwijding en het 100-jarig bestaan van het processiepark Mariaoord gevierd. De mis werd voorgegaan door bisschop Hurkmans en kapelaan Overbeek. Aansluitend was er een processie door het park met een korte plechtige lof bij de Mariagrot. Thank you.
zijn bij de viering 50 jaar kerk in Ommel en 100 jaar processiepark. Ja. Hoe heeft u deze ochtend ervaren? Nou, het is een hele mooie feestelijke ochtend geweest. De bisschop heeft de mis opgedragen hier in de kerk die 50 jaar bestond. Daarna hebben we een korte processie gemaakt door het processiepark, het Mariaoord genaamd. Dit jaar bestond dat ook 100 jaar, dus een dubbel jubileum mochten we vandaag vieren. En we hebben een kort plechtig lof gevierd bij de Lourdesgrot, die de laatste jaren eigenlijk niet meer zoveel in gebruik is. Komt eigenlijk omdat het dicht tegen de snelweg aan ligt en we nogal wat geluidsoverlast hebben. Maar ik moet zeggen, het is nu de eerste keer dat ik een plechtigheid vierde bij de Mariagrot. En de geluidsoverlast viel wel mee, dus ik hoop daar in de toekomst toch weer meer gebruik van te mogen maken. Want het is een prachtige grot. En om zo ook het processiepark in het geheel van de bedevaart te gebruiken, ik denk dat dat een zegen is hier voor Ommel. En het is een prachtige dag, maar het is prachtig weer. Veel mensen zijn gekomen, ook ondanks de vakantie. En het is gewoon een feestelijke dag en waar we denk ik later met veel dankbaarheid aan mogen terugdenken. U bent nog niet zo lang hier in Ommel, pastoor. Nee. Hoe vindt u het hier in deze parochie? Nou, ik ben officieel eigenlijk geen pastoor. Ommel, Heusden en Asten is één parochie. Pastoor Hermans van Asten is officieel de pastoor van heel de Angelus-parochie. Ik ben zijn assistent en ik werk als kapelaan. Maar wel met de verantwoordelijkheid voor Ommel. En ja, Ommel heeft natuurlijk hier een drukke... Het is een drukke parochie op het gebied van de bedevaart. Vooral in de meimaand is het... Heel druk geweest. Ja, en het is altijd een hele bijzondere ervaring als er zoveel mensen van heinde en ver naar Ommel komen om hier bij Maria te zijn, om te bidden om haar voorspraak, dat ze mag helpen in momenten van dat het moeilijk gaat voor mensen, dat het troost mag bieden. Dus eigenlijk dat je zou kunnen zeggen hier in Ommel een thuis mag creëren voor heel veel mensen. En je bent ook een soort gastheer. En dat is eigenlijk heel mooi werk. Je kunt heel veel voor de mensen betekenen. Het is een prachtige parochie om in te mogen werken. En ik hoop nog heel lang hier te mogen zijn. Met veel plezier. Ik mag zeggen dat ik heel tevreden en heel gelukkig ben dat ik hier benoemd ben. Vorig jaar in maart. Dus ik ben er nu een jaar en een aantal maanden. Dus ja.